Het schooljaar 2018-2019 was voor het Polytechnisch College heel enerverend. Dat zegt PTC-directeur Robbie Holband. Vooral de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben we als school gevoeld, benadrukt Holband. We zijn samen met de financiële afdeling nagegaan hoe we zullen doen als deze trend zich voortzet. Het belangrijkste daarbij was wat het voor onze studenten zal betekenen, zegt Holband. Hoe we met onze studenten verder gaan. Omdat we het afgelopen jaar ook hebben gezien dat het heel moeilijk is geweest voor de studenten om in ieder geval hun collegegelden te betalen. We hebben verschillende modaliteiten voor ze ontwikkeld en dan nog is het een uitdaging. Dus wij hebben dat ook weer gezien en het afgelopen jaar heeft ons al wat instrumenten aangedragen. We hebben een aantal dingen ingevoerd om de studenten te helpen. En we zijn dus nu ook weer bezig om te kijken, omdat we verwachten als dit zich zo doorontwikkelt, dat het nog moeilijker kan worden voor de studenten. Dat we manieren vinden om onze studenten te helpen. Het is niet gemakkelijk, het is niet prettig. We hebben 2-3 weken terug ook in dezezelfde zaal een meeting gehad met de studenten waar we over de ontwikkelingen hebben gesproken. We proberen onze studenten zo goed mogelijk op te leiden, zoveel mogelijk aan tools mee te reiken dat ze in die samenleving kunnen gaan werken. Maar de uitdagingen zijn groot en we dachten dat we vorig jaar een hele zware uitdaging hadden die we voor een deel hebben kunnen overbruggen. Maar als we dan kijken naar wat er nu komt, dan denk ik dat het misschien dat van vorig jaar gaat overtreffen. We hopen het niet, maar het baart ons zorgen. Holband zegt dat de PTC-studenten deskundigheid en competenties worden bijgebracht, zodat ze goed kunnen functioneren in de maatschappij. Zo kunnen ze bijdragen aan de ontwikkeling van het land, geeft de directeur aan. Vandaar dat we ook die nieuwe specialisaties inbouwen en nieuwe programma's ook ontwikkelen om steeds weer die samenleving te ondersteunen waar het heel moeilijk gaat. Wij hebben als visie en als ethiek gezegd van ook als kort een instituut heel geweldig met een bepaald programma, we gaan het niet kopiëren, want ze werken al daar in een bepaalde sector. We proberen sectoren te ondersteunen waar er nog niemand in zit en het hard nodig is voor die samenleving. Vandaar dat we echt kijken en praten met de samenleving, met de verschillende sectoren van waar is er nog hulp nodig en wij gaan daarop inspelen, we spelen daarop in om te ontwikkelen. Tegelijkertijd zit dan die uitdaging, want we doen het om die samenleving te ondersteunen, maar daarvoor is er geld nodig. En dat is juist waar het de meeste pijn doet, om het zo te zeggen, als we kijken naar wat we allemaal binnen PTC doen, omdat het geld van ergens moet komen. Robbie Holband, hij blikte terug op het afgelopen schooljaar en kijkt vooruit naar een jaar vol uitdagingen voor zowel de schoolleiding als de studenten.